persoonlijk begin ik altijd mijn vlog achter mijn computer. Jawel. Dus jullie weten wat dat betekent. Jawel, goeiemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is nog altijd Dimitri Remers. Nog altijd. Of in een appartementje is het wel frisjes. Dat is goed. Zalig. Zeg, wat is dat toch allemaal van dat Joost Klein gedoe? Blijkbaar veel. Blijkbaar heel veel. Joost. Dat is de Q&A van 13 mei uploaden. Voilà. Voilà. Binnen 4 minuten is mijn vlog al geüpload. Dat is goed. Volgende. Aan. Klaar. Volgende. Ja, wat? Naar onder scrollen. Ja. Up. Volgende. 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 Plannen. Natuurlijk. Vandaag. Om 19 uur. Voilà. Plannen. Dat ik niks meer verkeerd doe, hè. Dus ik hou alles nu goed in de gaten. Dat ik weer al niet om een verkeerde datum zeg van ja, je mag nu live gaan. Voilà. Dus de Q&A komt perfect tot tijd online. Er zijn vacatures ook open gegaan voor YouTube. Ik ga dat eens even erbij nemen. Want ik heb dat ook op Discord gespamd. Dus even kijken als er al wat inzendingen zijn. Want ik heb gespamd. Even eens gaan kijken. Amai. Ik heb dus gespamd. Gezocht nog 3 nieuwe admins voor YouTube. Zie je het zitten om tijdens het livestreams te adminnen en kijken als de chat niet uit de hand loopt? PM me dan. 1 admin voor de livestream, 1 admin voor filmpjes in de gaten te houden voor deze live gaan. Dus gelijk mijn vlogs, dus als er iets moet geblurd worden, geef mij dat dan ook even door te geven. Van bijvoorbeeld, ja, je moet op die seconde moet je dat of dat blurren, moet je dat ook even dan vermelden. En 1 admin voor de comments na te kijken. Hoe kan je solliciteren? Stuur gerust een motivatie-mail naar info@psychotv.be. Dus ik herhaal, info@psychotv.be. Als onderwerp YouTube admin. Ik ga eens even kijken als er al binnen zijn. Het is aan het laden. Nee. Daar trap ik niet in. Dus ik heb weer al een fake mail binnengekregen van Belfius. Wel in het Frans. Even kijken, vertel het Nederlands. Ja. Beste klant, we hebben vandaag een belangrijke mededeling ontvangen waarin wordt uitgelegd dat u laserkaart moet bevestigen. Door instructies te volgen omdat deze vandaag vervalt. En als u deze niet heeft bevestigd, kunt u er geen gebruik meer van maken. Moet u een nieuwe kaartlezer bestellen bij uw bankkantoor. Schrijf u dus zo snel mogelijk in. Kijk hè. Ik ga dus jullie eens ook eens uitleggen hoe jullie zo een spammail kunnen zien. Dus ik ga jullie het eens laten zien. Dat is de e-mail. Dus ik ga hier op die info. En dan staat daar een e-mailadres. Daar staat info 497814164 mlma@code.edu.az. Dus dat klopt dan niet. Dus gelijk die @code.edu
.az. Als het ei van Belvius afkomstig is, moet dat ad Belvius zijn. En niet een andere e-mail ad blablabla. Voilà. Maar momenteel zie ik hier nog niks verschijnen van sollicitaties. Dus ja. Dan weten jullie dat. Dus er is nog niks binnengekomen, dus jullie kunnen nog altijd solliciteren. En dan heet ik ook nog Doekie. Van harte welkom. Deze motivatiebrief die ga ik eens even ook... er is één motivatiebrief binnengekomen van EXO. Die wordt nu beoordeeld ook door de juryleden van Discord. Ik ga even daarop verder werken en dan ga ik richting mijn wijk vertrekken. Joe. Hallo kijkers, ik ben terug thuis van werken. En nu heb ik mijn schoentjes aangedaan, ik heb mijn tandjes gepoetst. Het is nu tijd om richting mijn tandarts te gaan. En ja, en daar dan mijn tandjes laten controleren. Jaarlijkse controle. Daarna, na de jaarlijkse controle, ga ik door naar mijn ouders toe. En dan terug naar hier. Dus wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Dat is... vandaag bussen bestickerd en bussen uitgetast. En dozen gestickerd. En dozen geprint. Voilà. That's it. Dat heb ik vandaag gedaan. Meer heb ik niet gedaan. Voilà. Ik ga jullie laten. Ik ga telkens ervan richting mijn tandarts vertrekken. Of anders ga ik daar nog veel te laat aankomen. Precies dat ik hier geen huid heb. Lol, door die verlichting. Lol. Allee, tot straks. Yo, yo, yo. Tanden is aangekomen. Ga ik mijn tandjes eens laten controleren. Dat moet ook gebeuren, hè. Een jaarlijks controle. Maar ik doe het om de 6 maanden, die controle. Zou je dat niet doen? En ik ben nu aan de beurt, dus ik ga jullie nu zo laten. Terug van de tandarts. En ik ben ook al ondertussen ook bij mijn ouders geweest. Mijn vuile lakens heb ik daar afgetropt en al. Nu ben ik terug onderweg naar mijn thuis toe. Ik sta hier even zo in de file voor het rood licht. Daarom dat ik even een vlogje kan opnemen. Van een paar secondjes maar, een fragmentje. Ik weet dat, maar maakt niet uit. Nu is het terug groen, dus ik ga jullie laten. Tot later allemaal. Zo mensen, nog een snelle afwas doen. Een snelle. Dan doe ik ook snel. En ik ga het te zien. Want ik ben pas begonnen met de afwas. En we zijn nog maar 15 seconden verder. Het gaat een hele snelle afwas zijn. Even kijken. Oei. Mijn aanrecht moet ook proper zijn. Voilà. Te warm zijn. Een mes, een soeplepel, 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 soeplepel. Van de trinkbuit. Alle bestek is al gedaan. En nog de kommetjes. Voilà. Kommetje nummer 1 al afgewassen. Kommetje nummer 2 afgewassen. Dan ben ik nog iets vergeten. Dat ligt op tafel. Dat zijn zeg het, de deksels. En we zijn nog maar. Eens even kijken nu. Nog maar 1 minuut 38 ver. Wauw. En de afwas is al binnen klaar. En voilà. Ik heb hier ook nog net geborsteld. Amai, rijden ze wel snel door. Ik heb ook juist mijn handdoeken wat opgeruimd. Dat moest ook gebeuren. Voilà. Het bestek ben ik nu af aan het drogen.
De mes. Texel. Amai. Texel. Amai. Kommetje. Amai. Kommetje nummer 2. Amai, amai. Voilà. Dan de drinkbeker. Voilà. Dan wat je uitdrinkt. Voilà. Ook al uitgewassen. En zo zeg je maar, de afwas is al gedaan. Nu, wat ik nu nog moet doen, dat is even die tafelje daar nog wat opruimen. Dus gelijk die ijs die gaat in de koelkast. De melk gaat in de koelkast. Ah, die is op. Zij ging de choco meenemen. Deze en deze moeten nog zelfs in de vuilbak. Dan gaan we dat direct ook doen. Staat in de koelkast, de iced tea. Dan gaan we even door. Ik ga jullie even hier neerzetten. Voilà. Naar de berging. En alles in de juiste zak gooien. Wat sorteren. Voilà. Dan nog mijn kousen aandoen. Ah nee. Die mag op keep staan, ja. Ik kan nu het... Ik zal het wel komen doen, zebiet. Ik kan nu het water uitlaten. Hoe fascinerend, hè, mensen. Hoe fascinerend. Hopelijk moeten jullie nu niet allemaal gaan plassen. Voilà. Dat is dat al. Moet er dan nog iets gebeuren van de tafel? Nee. Dan ga ik zebiet de gordijn over de raam doen. Maar nu ga ik ook nog naar de kleine kamer toe, dus ik ga jullie allemaal laten. Ik weet het, door de week kan het zijn dat er wat kleinere vlogs zijn en al. Dus sorry daarvoor. Maar donderdag gaan we wel nog, hoogstwaarschijnlijk wel nog iets leuks doen. Vrijdag gaan we nog iets leuks doen. Zaterdag gaan we misschien nog iets leuks doen. Zondag gaan we nog misschien iets leuks doen. Zondag zeker. En dan maandag is het ook opnieuw weer al een feestdag. Hè? Dan gaan we ook wel eens misschien iets heel leuks doen. Dus wel ook sowieso de Q&A volgende week maandag. Hè? Dus laat vragen hieronder achter. Vragen over mij. Over welk gaming evenement gaat jij binnenkort naartoe bijvoorbeeld? Ik weet het niet. Hoogstwaarschijnlijk Fragomatic. Dat is hoogstwaarschijnlijk een van mijn volgende LAN-parties. Daarna wel gevolgd, direct opgevolgd door X-LAN. Is dat nog bij de kamer geweest? Nog niet. Dus gevolgd door X-LAN. Dus die twee LAN-parties die ga ik nog doen. Eens even gaan kijken hè, als dat die waren. En CULAN. Die wil ik ook dan nog wel bijnemen. Want dat is ook nog een kleine LAN-partieke. Wacht hè. LAN-partie-kalen. Ik ga naar buiten. Oké. Okay. Ik kom direct. Oké, ik kom direct. Ja, die van LAN-party EU, die website is soms wel een klein beetje traag. Dus de eerste volgende LAN-party die ik aanwezig zal zijn,
Dat is niet de reality, jammer genoeg, de 21ste juni. Maar ik heb er wel nog altijd goed zingen om daar naartoe te gaan. Ik zal nog bezien als ik daar naartoe ga. Dus dat is 21 juni. En de rest, ja, daar staat niks op. Hè. Ook zelfs niet CU lang. Oké, wacht hè. Dan gaan we het zelf eens een klein beetje opzoeken. X-LAN. Eens even kijken. 27, 28 en 29 september. Dus 27, 28 en 29 september zit ik weer al in Nieuwekerken. Dus dan ga ik ga daar sowieso naartoe. Ik ga ook binnenkort ook al betalen. Daarna staat dan ook FOM op het programma, dus Frecomatic. Even kijken, de inschrijvingen zijn daar nog niet geopend. Ja, dus deze gaat door op 6, 7 en 8 september in oktober al in Wiese. Daar ga ik dus sowieso ook aanwezig zijn. Ja, voor de rest ja, ga ik nu mijn kousjes aandoen. Dan nog gauw nog naar de kleine kamer, waar zij ook vroeg. Dan pak ik ook haar klassieke zak mee, want ze is daar weer al aan het vergeten. Schatje, schatje, schatje toch. Ja, voilà. Een levelke lager zet ik jullie niet, dat ik toch ga zitten. Sok nummer 1 aan en sok nummer 2 aan. Want je moet met kousen aan rijden. Hier voor de veiligheid. Nu nog mijn schoenen aandoen. En dan nog naar de wc. En dan naar PH thuis. Zot naar huis. Dus ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Tot straks allemaal. En als ik het er juist al heb... heb afgesloten, sorry daarvoor, maar daar komt nog wel een fragment. You. Zo, ik ben naar de kleine kamer geweest. Nu ben ik terug buiten. Oh, het is nog altijd zo zalig. Zalig weertje. Maar de bewolking is tegemoet aan het komen. Ziet dat eens aan. En ziet dat daar ginder is alles aan hoe dicht dat daar al betrokken is. Hier staan ook nog zo wat openingen. Ik denk dat er nog een en dat er nog zelfs gaat uitvallen hier in Alken. Alsjeblieft. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Wat ga ik nog wel iets zeggen? Is het gewoon zo joken? Nee? Oké. Allee, tot straks allemaal. Zo mensen. Ik ben veilig en wel terug thuis aankomen nadat ik mijn lievertje thuis heb afgezet. En wel, ik kan sowieso één ding zeggen. Ginder was het aan het heel lichtjes aan het regenen. Hier, sorry, de godop moest nog even eronder door. Hier is het dus niet aan het regenen, maar wel een zalig temperatuurtje aan het worden hier. Een goede afkoeling. Regen mag er ook zijn, daar ga ik niet om wenen. Nee, die heet ik van harte welkom. Regen! En ik denk, ginder, ik ga jullie even zo ook zetten, terwijl ik mijn auto ga sluiten. Ginder zie je toch die mooie wolkjes. En die mooie wolkjes, dat zijn donderkopjes. Sorry als ik het verkeerd weer al uitleg, volgens sommigen, maar ik doe ook altijd mijn best. Ik zeg gewoon wat ik heb gezien, of heb gehoord. Dus dat zijn dus wat donderkopjes, dus dat daar zo. En daar kan dus onweer in ontstaan. En ginder, heb je dan zo wat de buienlijnen. Daar is goed aan het regenen. En hier komt eindelijk de wind op. Zalig. Maar ik moet ook wel naar boven kijken. En daar ziet het niet zalig uit.
Jawel, dat is wel zalig. Regen, regenwolken. Laat het regenen. Zal ik de regendans doen? Het is zo zalig buiten, hè. Zalig, 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 zalig. Zalig 1. Zalig 2. Zalig 3. Dus ik controleer dat altijd. En zalig 4. Ze zijn allemaal gesloten. Oh, daar. Weer die hele mooie vogel. Joing. Dat is wel mooi, hè? Zo'n mooie vogel. Wauw. Machtig. Machtig zo, roofvogels. Oh my god, oh my god, oh 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 my god. Laat het lekker regenen. Hey! Kijk daar eens. Wat regenwolken. Wauw. Sorry dat ik zo happy ben, hè mensen. Sorry dat ik zo happy ben. Ik weet niet hoe het komt dat ik zo happy ben. Ik ga nu naar binnen toe. Want ik wil niet stalked worden. Ik ga toch nog eens één keer in mijn brievenbus kijken. Goed dat ik in mijn brievenbus kijk. Even zo eens aan kijken. Oh, de F. Oh, weer al zo. Dingen. Ik ga toch morgen naar Glen toe. Ah ja. Kristalfieste. Dat betekent dat er bepaalde wegen allemaal éénrichtingsbaan wordt. Waarom? Omhoog dat er... Ik weet niet wat er plaats gaat vinden. Wielrennen of lopen of snel wandelen. Welke sport gaat er uitgeoefend worden hier bij Kristal Alken? Ik weet het niet. Als iemand dat is, mij eens kan eens laten weten in de comments, dan ben ik wel eigenlijk heel blij. Voilà. En uiteindelijk... ben ik opnieuw blij. Nou, jullie denken van wauw, wat ik opnieuw blij. Maar wel, het is toch wel een mentale vlog geworden hoor mensen. Ben ik er ook weer op blij om. Yay! Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Nu heb ik nog mijn juiste huissleutel vast, dat is goed. Nu nog naar de juiste verdieping gaan. Hoi! Ik ben eraan gekomen, dus we gaan weer terug stil zijn. Ik weet niet als ze daar horen nog, als ik zo aan het schreeuwen ben in de lift. Allee, voilà. Mensen, ik ben thuis. Ik ga nu de vlog wel beëindigen. Dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet niet om een belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest ga ik nu mijn schoentjes uit doen. Het lichtje aansteken. En ik ga de vlog al in elkaar steken. Hey! Dus, dat betekent dat hij dan tijdig online gaat komen. Dan zie ik jullie allemaal morgen terug. Yo, 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 yo. Ik wil nog een klein stukje toevoegen aan mijn vlog. Dit is het hatelijkste wat je ooit kunt meemaken. Als je wilt beginnen te monteren, de vlog wilt monteren. Ja. 30% voltooid. Houd de computer ingeschakeld. Jee. En het gaat niet voor... Oei.
Opnieuw opstarten. Ah, oké. Okay. Alles is uit. Alles is terug aan. Oké. Okay. What the fuck? Oké. Okay. Van ben ik scheur of wel? Ja, ik had vroeger gehad zo'n ras lijntje en die is weg nu. En hier gaan we verder. 55, 85, 96. Allee, kom aan, computer. Dat is het hatelijkste wat er altijd is. Shit happens. Shit happens! Yeah, shit happens! 98. Honderd. Yay, hij is weer al klaar, kijk maar. 100%. Oh, een mooie achtergrond. Maar waar is dat? Dus even kijken van waar dat die achtergrond is. Kan ik niet zien. Escape. Oh, kan ik niet zien. Jammer. Oké. Allee, tot later allemaal. Jojojo.